Dit is een wat pessimistisch onderwerp, maar ik vind het toch belangrijk, zeer belangrijk om aan te kaarten. Het gaat over de zorgmachtiging. Nou, ik word er al benauwd van als ik erover nadenk. Heeft u hier nu iemand een zorgmachtiging gekregen en daarmee heb je eigenlijk een volwaardige recht van jezelf overgegeven aan de staat, zo'n beetje. In principe komt het daarop neer. En waar je echt voor uit moet kijken, is waar je voor tekent. Want er komt een zogenaamde rechtszaak, nou die winnen ze sowieso. En er komen nog aparte papieren onder het mond van zorg. Maar dat is eigenlijk je volwaardige recht overgeven. Daar moet je dus echt voor uitkijken. Daar moet ik echt voor uitkijken, want daar ga ik zeker niet voor tekenen. Nooit een keer. Ik ben nu aan het afbouwen met de medicatie. Het gaat juist veel beter met mij. Ik kom helemaal tot leven en ik ben weer muziek aan het maken. En het gaat eigenlijk hartstikke goed. En hier zeggen ze steeds het tegenovergestelde van ja, het gaat goed omdat je medicatie hebt gehad. Maar dat is dikke, vette bullshit. Ja, het klopt dat ik in de war was hier en het klopt dat ik aan de buitenkant misschien leek dat ik een gevaar zou kunnen vormen voor iemand anders. Omdat ik een beetje in de war was. Maar de werkelijkheid gaat toch wat dieper dan dat. En ik ben nu dus aan het afbouwen. Met de medicatie slik bijna niks meer. Het gaat hartstikke goed. Maar 16 augustus krijg ik gewoon weer een volle dosis depot, noemen ze dat. Nou, dat is al het meest slaapverwekkende middel wat je kan bedenken. Ik weet niet eens wat erin zit. Dan krijg je niet eens te horen wat erin zit. Psychose, hoe is dat? Wat een kinkerwoord ook, jongen. Psychose klinkt als psychopaat. Veel beter is gewoon een spirituele crisis of spirituele ervaring. En er zijn mensen die zijn gewoon gevoelig, die zijn er heel veel. En die staan open voor van alles en nog wat. En dat zou je leven kunnen verruimen en juist kunnen verbeteren. En in plaats daarvan krijgen we shit als de zorgmachtiging. Jeetje mina, tering, tyfus, hoerenbende. Maar goed, daar moeten we dus tegen strijden. Alle open-minded, vrije denkers zoals ik en zoals hier ook genoeg zit in deze opvang. Zeg nee tegen die zorgmachtiging. Ik zweer het je, jongen. En kijk uit waar je voor tekent, waar je handtekening voor zet. Zorg dat je alles goed doorleest. En als ook maar iets van je zijn overgeven aan de staat in zit, niet voor tekenen. Dit is deel 2 van zeg nee tegen de zorgmachtiging. Wat echt super belangrijk is voor, wat ik zei, open-minded mensen die in opnames terecht zijn gekomen, wat voor manier dan ook. In zorginstellingen, noem het maar op, van de GGZ. Deel 2. Ja, er is hier dus iemand die heeft voor getekend. Voor een aantal jaren. Maar dat is op hele slinkse wijze gegaan. Want er staat waarschijnlijk niks in over de zorgmachtiging zelf. Of misschien wel. Misschien dat het sowieso heel stiekem wordt gedaan allemaal. Want die rechtszaak gaat tegenwoordig via de camera. En die heb je sowieso al verloren. Dus dan krijg je nog een apart contract, op een aparte dag natuurlijk. Heel verwarrend te maken allemaal, dat het ongerelateerd lijkt. Lijkt mij in ieder geval. En ik moet gewoon onder dwang medicatie slikken, terwijl het goed gaat. En iedereen hier. Er zitten hier gewoon hele normale mensen, slimme mensen, goede mensen. Die allerlei verschillende baantjes hebben gehad en gewoon prima kunnen functioneren. Prima functioneren. Je moet er onder dwang medicatie slikken. Terwijl we nergens voor getekend hebben. Terwijl dat gewoon omdat het kan. Denk ik dan. Maar goed. In mijn wereld mag dat gewoon niet. Dus 16 augustus moet ik een depot. Moet. Depot. Dat is spuit. Met de dikke lading waar je lekker van gaat slapen. Wat niemand wil natuurlijk. Nou ja. En zelfs al zit je op je eigen plekje in je eigen woning, zoals hier nu op de wc, dan nog moet je medicijnen slikken. En als je het niet neemt, zoals iemand hier,
dan kan dat ook als excuus worden gebruikt om, om je weer te laten opnemen. Deze slimme jonge man had ervoor gekozen om zijn medicatie niet te nemen, omdat hij dat fijner vindt en beter vindt voor zijn leven. Zijn eigen keuze zou dat moeten zijn. Maar omdat hij dat niet heeft gedaan, dus niet meer de medicatie heeft genomen, terwijl hij gewoon in zijn eigen plek woonde, werd dat als excuus gebruikt om hem weer op te laten nemen in het Jelgerhuis, zoals het hier heet. Moet ik zeggen dat de zorg ook aan de ene kant best wel goed is, maar aan de andere kant, wat er achter de schermen allemaal gebeurt, dat klopt gewoon van geen kanten. Zo was er een man die is graag naakt in zijn eigen woonomgeving. Nou, dat zou moeten kunnen. Ze zijn allemaal naakt geboren. Dus ja, dat werd ook tegen hem gebruikt. En ik heb 2 nachten in het bos overnacht. Er was helemaal niks. Ik had niemand lastig gevallen. En ik kreeg gewoon 2 bekeuringen thuis gestuurd, weet je wel. Nou, heb ik geen werk of inkomen, zeg maar, van kutbaan. Dus wordt dat toch allemaal door bewindvoering geregeld. Dus dat maakt in principe niet uit. Maar ja, dat soort kleine dingetjes. Dat daar meldingen van worden gedaan. Dat is zo'n verklikcultuur. Dat is gewoon. Dat zijn dingetjes waar mensen zoals ons best wel van een mug een olifant kunnen maken. En die boosheid kan dan ook weer worden tegen je gebruikt. Ja, voordat je het weet, heb je een zorgmachtiging aan je broek hangen. En dat moeten we absoluut niet hebben. Zoals iemand net heel mooi had verwoord, is dat onafhankelijke psychiater als bloedzuiger bezig was om van hem maar een soort van halve goedkeuring te krijgen. En daarna heeft hij nog een verklaring moeten afleggen, wat ook helemaal nergens over gaat. En die is dan 3 maanden, half jaar of een jaar geldig, zei medewerker hier. Maar wat kun je er dan tegen doen als het zo op zo'n slinkse manier, op zo'n sneaky bastard manier wordt gespeeld? En zelfs zonder zorgmachtiging worden we onder dwang, krijgen we medicatie. Ik krijg onder dwang medicatie. Terwijl het goed gaat. En zo zit hier nog 1 iemand, op zijn minst. 2 misschien wel, die ook onder dwang medicatie krijgen, terwijl ze dat absoluut niet willen. Terwijl het gewoon prima gaat. Alsof ze willen dat we er nu al langzamerhand aan wennen van, oh, het is toch al, we hebben toch al geen keuze over de medicatie en over weet ik wat allemaal. Met die zorgmachtiging heb je helemaal geen keuze meer. Dus Milo is hier gekomen op een hele vreemde wijze. Hoe kwam dat ook alweer? Nou, omdat de psychiater voor mij loog van het GGZ over de stand van zaken, mij privé, zeg maar. Want ze hadden verwacht dat jij medicatie slikte, toch? Of, ja, ja, en ik was 2 weken even gestopt met mijn pilletjes. En dan zit hij weer gewoon opgenomen? Dan ja, zit je weer dwang, gespoten, met 2 spuiten in 1 arm, alle, weet je wel, 1 keer per arm. Ja, gewoon, ik heb ook 2 keer een depot gehad in mijn kont, dat is echt fucking... Waarom 2 keer? Dat was ook nog eens 0,2 milligram. Ik dacht, wat? Dat is helemaal niks, weet je wel. Mm-hmm. Ik bedoel, normaal krijg ik 400 milligram. What the fuck? Ja. Wat slaat dat op? Dan denken ze ook nog dat ik dat op het wel raak of zo. Moe, ja, ik voel me wel een beetje moe, dat wel. Maar het punt wat ik probeerde te maken is dat excuus genoeg was om jou weer op te laten nemen. Gewoon dat je je medicatie niet inneemt. Nou, dat genoeg was om... Ja, dat de psychiater zich zogenaamd zorgen maakt. Ja. Dan denk ik, als jij je echt zorgen maakt, dan ben je gewoon dag en nacht toegewijd op elke manier. Vraag je geen loon ervoor. Dan wil je gewoon mensen helpen omdat je dat gelukkig maakt. En omdat die mensen daar ook gelukkig worden. En zo hoort het te zijn in de wereld, man. Dus dit is hoe ver ze kunnen gaan zonder zorgmachtiging al. Dat ze dan al gedwongen op kunnen nemen en medicatie toe kunnen dienen terwijl het gewoon goed gaat bij mensen. Mishandeling. Ja. Ja. Strafbare feiten plegen, zeg ik eigenlijk. Ja. Ja, vind ik ook. Nou, hier is die dan. De bevestiging van de zogenaamde zorgmachtiging, crisismaatregel. Ook met zo'n term. Tering. Maar jij hebt hem nog helemaal niet gehad, deze brief. Nee, absoluut niet. Dit is ook niet echt een brief, dit is meer een informatiefolder. Ja. Oftewel, dit kan iedereen op Words gewoon uitprinten en maken gewoon. Dat gaat helemaal nergens over. Dit is gewoon een folder die net als een nieuwe wasmachine koopt. Ja, alleen die doet het nog.